Ik ben Rens Pols. Ik doe vrijwilligerswerk sinds een jaar 3 bij Mama Midi, afdeling klantenservice. En daar gaan we nu naartoe. Dit is mijn werkplek. Klantenservice die doet eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden. Van logistiek tot klanten bellen, klanten die jou bellen. De routelijsten worden getikt 's morgens. De bussen worden uitgezocht door de teamleider. Die zoekt dat allemaal uit. Er zijn 2 manieren om Mama Midi te bereiken eigenlijk. Dat is telefonisch. Een andere manier is via de mail. En dan bellen wij de klant. Dan stellen we een datum voor wanneer het opgehaald wordt. We maken een notitie voor de chauffeur. Ja, en als we pauze hebben, gaan we de winkel in. Even snuffelen. Ik heb altijd een beetje in het commerciële vak gezeten. Een radiovak, maar ik heb ook een winkel gehad. Altijd een platenzaak, cd-zaak in Zwolle. Ja, dit is ook een soort winkel, hè? En de administratie erbij. Dus dit trok me heel erg. Ik denk, nou, daar wil ik naartoe. We hebben 4 filialen. Totaal werken er ongeveer kleine 200 vrijwilligers. Dus heel wat. En dan een aantal mensen in vaste diensten. Maar vrijwilligers zijn er zo rond de 200. Ik kan niet thuis zitten. Ik kan wel thuis zitten, maar ik wil nog graag een beetje deelnemen aan de maatschappij na mijn pensioen. Ik vind altijd als je tussen mensen werkt, dan hoor je van alles de hele dag en je blijft een beetje op de hoogte. En ik vind het ook leuk werk. Ik wil bezig zijn. Ik wil mijn energie nog steeds kwijt. En zolang ik dat nog kan, blijf ik dat gewoon doen. Dit is de kantine. Het is toch een heel sociaal bedrijf, Mama Midi. Want voor alle vrijwilligers, vooral de chauffeurs die de hele week behoorlijk gesjouwd hebben, hebben we op vrijdagmiddag hebben we altijd een lekker eten en zo. Lekkere hapjes en drank en alles erbij. En dan, dus daar genieten we wel van.